Leuk dat je weer kijkt naar FC Eyesear Journey aflevering 1. Dit is hem en wij hebben natuurlijk weer gestemd. Zoals elke eerste aflevering hebben we natuurlijk gestemd voor welk team. En Everton is het geworden. Liverpool zat nog aardig in de buurt. Hetzelfde geldt voor Manchester United. City, minst favoriet. Verrassend genoeg. Maar dat maakt niet uit. Ik ga tussen de momenten door ga ik soms wat praten. Maar hoofdzakelijk ga ik de cutscenes laten zien zoals ze zijn. Als je nou niet de spoilers wil of... Je hebt zoiets van, nou, ik heb het allemaal gezien en ik wil gewoon alleen maar het voetbal zien en hoe ik dat doe en training, dat soort dingen. Dan kan je in de descriptie kijken naar de aantekening. Dus ik herhaal, de aantekening kunnen ervoor zorgen dat je tenminste nog een leuke ervaring hebt in je eigen journey als je niet alles gespoord wil hebben. Als je nou zelf de journey niet kan kijken, dan raad ik aan om zeker alles te kijken, want het is gewoon een leuk verhaaltje. In deze aflevering, zoals je aan de titel al kan zien, moeten we de selectie halen van, ja, gewoon de profclubs, een contract krijgen en dat is wat we gaan doen. Dus opnieuw, aantekeningen, daar kan je goed de timingen zien en anders kijk je het gewoon helemaal. Ik hoop dat je het net zo leuk vindt als ik en dan zie ik jullie straks weer na het eerste stukje van The Journey. Come on, Alex! Last minute. Go on, Alex, take him on. Oh, what was that? Stay on your feet, Alex! Terrible! Are you serious, Harold? Ref! Ref! Where's the foul? Unlucky, mate. Looks like Ben's now. Thanks, Gaz. See, George, I told you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're going to talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on, then. All right, penalties it is then. This is going in. London's finest, mate. Hey, first of many, you should hang it here. Be like a trophy cabinet. He didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum will want to hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Penny for him. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life, you know.
George Baker was at the game today. He was impressed. The scalp? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with her. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Yeah, might bring you luck too. You sure, Grandad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? Oefenen hoog houden met een bal die al 100 jaar niet meer gebruikt wordt. Tenminste, 100 jaar. Die vindt het vrij oud. Hij geeft wel boxers, dat is op zich wel vet. Maar een leuk begin van de journey. Heel leuk om een keer kinderen aan het werk te zien met voetbal. Echt de jeugd. In plaats van gewoon de 17-jarige jeugd. Nu ook echt gewoon, want het is 11-jarige. Dus dat is wel heel erg tof. 7 jaar later is wanneer we weer terugkomen. En hierna komt een stukje intro van de journey. Maar dat slaan we over. Maar we hebben al een Everton poster op onze muur. Toevallig, hè? En daar komt Gramps nog even binnen. Time, en Alex. Jim zegt, het is tijd. En dan zijn we opeens volwassen geworden. Wat is dit? Dit is een Hollywood film. We zijn gewoon gegroeid in een paar minuten tijd. Nee, het is hartstikke vet wat er nu gaat gebeuren. Want dit is het berichtencentrum, social media. Je hebt dus echt een aantal volgers. En je hebt plus. En je hebt hoeveel volgers je krijgt. Rechtsboven kan je het zien. Nieuwe vermeldingen. En je moet dus ook op Twitter. Wat best wel ongemakkelijk is. Ik zou niet willen dat ze over me zou tweeten. Mijn moeder. Net als dat je moeder op Facebook hebt. Dat is ook verschrikkelijk. Maar we gaan heel gauw verder naar de volgende stukje cutscene. En dan moeten we namelijk naar de training toe. Daar gaan we. How many times, man? Shut up. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. Never thought we'd be showing up for one of these. Persoonlijkheid, elke persoonlijkheid verandert de keuzes die je in gesprekken maakt. Dus dat ook in mijn FIFA 17 Journey demo video al besproken. Cool, gebalanceerd, vurig. Ja, dat is vrij logisch. We gaan voor vurig. En wat zeggen we dan? Dan zeggen we, oh, dan moet je nu nog een keer selecteren. Oh, dat was een beetje ongemakkelijk. Dat klopt. What academy, mate? Play like we can. Direct meer walk straight into a contract. Inderdaad, we zijn gewoon baas. Listen, we strijden met de squad. Oh, don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player get when he sees one. Get the scouts, said Jim. And you lads are just that. Did you get so grown up? Muckler. Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you, Alex. Okay. Nice motor, mate. Nou, dat is niet echt aardig. We gaan zeggen, ik heb liever vaardigheden. I'll take skills over flashy man any day, mate. Oh yeah? Who's the one with the pro contract on the table, mate? Oh. Ignore him, lads. You let your talent do the talking. Maar dat is niet de juiste manier. Dat is niet volwassen. Has he got pro contract? We zijn nu bijna 18 in het verhaal. Dat doen we niet. Anders word je ook niet aangenomen, denk ik, bij hem. Profcontract, want dan zit Sky News meteen bovenop. You lads are here today to prove you got the skills to make it in a professional game. Now, for the last few years, you've all been honing your skills at your respective academies, but for whatever reason, you've been released. Now, the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance, that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. Now these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Hi, Williams is up on you again. Weer die manse aap, hè? Hij heeft wel veel praatjes, maar
We zijn kalm. Nothing like a bit of competition. Zonder concreet. Daar gaan we. En voordat we beginnen komt de coach naar ons toe. Of de trainer. En die vraagt... Oh god, nu moeten we selecteren waar we gaan spelen. Ik weet het nog niet. Today you get to choose which position is best for you. Nou, ik denk dat we gewoon voor spits gaan. En dat moet gewoon worden. Want ja, dat is toch denk ik in een team als Everton. Ze hebben Lukaku, maar daarna eigenlijk alleen Kone. Maar die is al oud. Dus die gaat al binnenkort stoppen. En dan kunnen wij daarna als tweede spits, of misschien zelfs als eerste spits, ligt er heel vaak worden geselecteerd. Weet je wat? We gaan gewoon voor spits. Dat is wat we gaan doen. En oh, following granddad's footsteps, eh? Alright, lad. Go do him proud. Inderdaad, hopen we dat we hem trots maken. En dan zijn we selecteerd. Rechts in right, je hoekjes is iedereen up, die in de top 10 zit. En je moet finishen in de top 10. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills. And then another half of 11v11 for the top players. Alright, lads. Go do yourselves proud. Oké, dus als we zijn nu 15e. En Peter Omers had helemaal gelijk. Als je bij een amateurclub speelt of een selectiewedstrijd moet spelen. Nou Peter, je hebt helemaal gelijk gehad. Het is inderdaad het geval dat we een selectiewedstrijd moeten spelen. Maar jammer genoeg was zijn reactie voor de FIFA 17 carrière, spelerscarrière. En niet voor de Journey. Maar toevallig heeft hij gelijk met de Journey. Dan gaan we onze allereerste wedstrijd in het hesje. Normaal zeg ik altijd in het shirt van, maar nu is het gewoon het hesje. Meteen gaan we bovenop de aanval. We gaan gewoon meteen proberen. En ik moet het hele team selecteren. Dus dat is wel een beetje ongemakkelijk. Maar ik probeer wat ruimte te vinden hier met deze speler. En nu... Oh, hij loopt door. Dit moet hem zijn. Gareth Walker. Schot op doel. Oh, de lat. En we hebben hem. 1-0. Geweldige kopbal. 8,0 zijn we nu al gemiddeld. En dan staan we volgens mij wel boven aan het lijstje. Maar wat hebben we geluk dat die tackle zo goed was van die gast met het oranje hesje. En dat we meteen 1-0 voor staan. Dan na 7 minuten, 8 minuten daarna... Een aanval van de oranje hesjes. En in dit geval is het Bradley. Speelt zijn mannetje uit. Zoekt wat ruimte. Krijgt dan ook de bal bij Cameron. Williams. Ik ken al die namen ook niet natuurlijk. Ze zijn allemaal Geno. Zo lekker hoor. Ze scoren. Voor hun dan. Niet voor ons. Dat is pijnlijk voor ons. Want dan gaat ons rapportcijfer omlaag. Maar ik zit te denken. Als ik nu heel slecht verdedigd werk doe. Dan kunnen we een aantal van deze jongens ook niet selecteerd worden. Maar dit is wat er daarna na de wedstrijd gebeurt. En we zeggen ja... I'm feeling good today, guys. Just need to stay focused. Focus blijven. I'm with you, bruv. No doubt. Bruv. I'm with you, bruv. Wedstrijduitslagen. We staan op dit moment op de eerste plek. Alex Hunter staat op de eerste plek. 24,3. Maar we moeten allemaal verschillende dingen doen. En op het einde heb je dan een aantal punten. Dus iemand die nu laatste staat kan nog steeds eerste worden. Nou ja, dat is wel heel overdreven. Die gast heeft gewoon minpunten. Maar dat kan dus nog steeds. Dus daar gaan we. Helemaal aan de rechterkant. Finish in de top 10. Dat is wel baas dat we daar nu gewoon bij staan. Schietoefeningen. Schieten van afstand. En ik heb natuurlijk een beetje een compilatie gemaakt van mijn beste rondes die ik ook gebruikt heb. Want ik heb natuurlijk wel 1 of 2 geprobeerd. En wat een heerlijke schoten. Oeh, lekker. Die bal zweeft in de bovenhoek. En dit is allemaal gewoon geplaatste schoten die ik gebruik hoofdzakelijk. En dus deze ging hartstikke lekker. En we zijn nog steeds eerste met 3 punten los van Gareth Walker. Nope. Blimey, Hunter. Where did that come from? You've been watching videos of me. Ik vind het op zich wel een leuke gast. Hij bedoelt het. Hij bedoelt het goed. Tenminste. I know. You can only wish you were this handsome. Ik vind hem eigenlijk best grappig. Sowieso hebben mensen allemaal haat op hem. Next, we'll be testing you on your ball control. Move the ball with speed, precision and balance. Let's see. Oké, drie op een koetje, daar gaan we. En volgens mij sprinten we tegen... Misschien is het wel die ene vent. Maar we doen het heel erg goed. 500 punten per arrow. Moeten we aan de rechterkant al langs? Ja, dat gaat lukken. Dit is een beetje een moeilijke draai. Dan stop ik gewoon met sprinten. En dan ga ik daarna meteen weer langs. Hier ook stop met sprinten. En dan even een stukje sprinten. En stop met sprinten. Een stukje sprinten. Dat is eigenlijk wat dribbelen is. Maar die paaltjes dat vind ik het lastigste. Oeh, net. Dat gaat maar net goed. Het gaat heel erg goed. Dit is denk ik mijn beste ronde tot nu toe. Hoppakee. Nou, deze hebben we in de pocket 16 seconden extra en een uitstekende 23.000 punten. En dan staan we nu helemaal 7.000 punten los. Dat kan ook niet meer misgaan. En dan, wat is de volgende drill? De volgende drill is de steekbasis. Dat moet ook wel goed komen, zou je zeggen. Eerste plaats, Alex Hunter. Daar gaan we de steekbasis. Passing drills. Move. Dat gaat minder goed.
Want dit is de enige punten die ik ga halen en dan gebeuren dit soort dingen. Het is heel apart, maar ja, je stuurt en ik denk dat hij nog op automatisch staat en niet mijn 4v16 settings heeft overgenomen, want echt zo slecht buitenspel. Maar dit is gewoon heel erg moeilijk, want die speler heeft gewoon heel slechte controle en die gasten rennen sneller dan dat jij die bal mee kan nemen. En ik krijg echt heel slechte punten en Ashley Edwards gaat over ons heen. Nu 2-3 aanvallen, je kan nu mijn punten weer halen en dan kan ik het weer goed doen. Ik speel samen met Walker natuurlijk 2-2. En dit is een, opnieuw zei ik, een compilatie van mijn beste trainingsmomenten. Want het is echt niet zo makkelijk. Het gaat allemaal in één keer zo goed. Je hebt natuurlijk maar een 61 speler. En we eindigen op de 6e plek op dit moment. This is it. The 11 aside game. 11-11. Mijn laatste kans om te bewijzen wat ik in mijn mars heb. Positioning. Skill. Being a team player. This is what we'll be looking for. Good luck to you, lads. Daar gaan we. Decent showing from you today, lad. But I can't help but think you got more to offer. Ja, ik hoop het, George, maar yeah, ik denk dat dat wel klopt. It's saving it for the 11-a-side match. Risky strategy that, putting all your eggs in one basket. Got an exit alles op één kaart zetten. Hope the gamble pays off here on top. Al die clichés, joh, dat is echt ongelooflijk. Het is toch slechter dan een gemiddelde aflevering van GTST, hoeveel clichés we in deze journey hebben. Maar het is alsnog wel heel erg leuk. Dit is dan de 4e minuut, alles kans van de wedstrijd. We kunnen hier doorrennen. Dit kan hem zijn. Nee, wie blokkeert ons? Iemand van ons eigen team blokkeert ons. En we hadden daar gewoon een doelpunt kunnen maken. 23e minuut. Walker. En Walker kopt hem erin. En dan staan we 1-0 voor. Lekker hoor. Gareth Walker met het voorzetje. Of Gareth Walker met de kopbal. Volgens mij was het iemand die ik niet ken met de voorzet. 41ste minuut, wedstrijd zit er bijna op. Misschien dat we nu eindelijk onze stempel kunnen drukken op deze wedstrijd. Weer zo'n cliché uit GTST. Naar binnen toe, kappen en schieten. 1-0, 2-0. Nee, het is nog steeds 1-0. Maar we eindigen op de 3e plek met 98.132 punten boven onze vriend. En Gordon Gilekriost, dat was degene met de voorzet, die heeft het gered. En we gaan kiezen speel als Hunter voor de inkomen. Well done, lads. Lots of hard work on display out there. Hard work in training is the first step to making it as a pro. And I saw plenty of that on display today. Some of you even looked like you could play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Williams. Boy's got a mouth on him, hasn't he? Never shuts up. He can give it large all he wants, man. I just want to play football. I feel you, bruv. But how awesome would it be to see him get released, though? Oh, mate. I dream about it, like, reoccurring. Shift starts in half an hour. It won't be long, yeah. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure the exit trial's got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut his short, it ruined him. Yeah. Stop you from following yours. I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. And you. Right. All right. Yeah. What do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top draw. You stood out a mile. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you?
I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. Was around back when your dad was still playing. We should call him. Good tune. Eit. Het zou zo vet zijn als we worden geselecteerd voor een team. Maar dat zijn dingen die we de volgende aflevering gaan bekijken. Deze heeft al lang genoeg geduurd. Laat me weten wat je van vond. De manier waarop ik dit gedaan heb. Met het commentaar enzovoort. En het knippen en de muziek. En dan wil ik graag weten wat je ervan vond. Bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat natuurlijk om The Journey te volgen en alle andere series. En zie ik je graag in de volgende aflevering. See ya.